Thomas, een bekerzege, 4-0 tegen Sint-Truiden. Gezien de omstandigheden van de voorbije weken, ja, moet dat toch sowieso een beetje deugd doen? Ja, tuurlijk. We hebben het op het moment heel moeilijk. Daar moeten we niet om liegen. We hebben afgelopen zaterdag toch wel een serieuze pandoening gehad. Ik denk dat we nu goed hebben gereageerd in deze wedstrijd. In principe primeert de competitie, maar dit kan wel vertrouwen geven naar zondag toe, wat ook weer een moeilijke wedstrijd zal worden. En zeker als je ziet aan de andere uitslagen, heel wat eerste klassen hebben het moeilijk of liggen eruit. Dus dat, ja, dan is een 4-0 tegen een goede ploeg als Sint-Truiden toch een degelijke uitslag. Ja, sowieso. We wisten dat het ook niet makkelijk ging worden. Dat hebben we eerst de helft ook ondervonden. Maar ik denk dat we vooral fysiek eigenlijk goed hebben getoond dat we beter zijn dan Sint-Truiden. En ik denk dat het voor het vertrouwen alleen maar goed is, deze overwinning. 8 positiewissels tegenover Westerlo. Gaf die frisse nieuwe invloed ook een beetje een verschil vandaag? Ja, misschien wel. Er zijn jongens die hun eigen vandaag hebben kunnen bewijzen terug opnieuw aan de trainer. En dan is het leuk voor de jongens dat we 4-0 winnen. Dat we het de trainer weer moeilijk maken met nieuwe keuzes naar zondag toe. En ik denk dat de trainer ook alleen maar blij zal zijn dat de andere jongens ook klaar zijn om ervoor te vechten. En Thomas Wulff vandaag terug in de basis, kapitein. En dan een score ook. Ja, oké. Het was 3-0. Het was aan een penalty. Is dat denk ik een mooi moment om toch eens dat gevoel te krijgen. Oké, het is niet een competitie, maar het is toch iets dat ik altijd zal onthouden. Dat is mooi meegenomen. En dan terug een baasplaats, dat is een fijn gevoel. En zeker dat we dan nog kunnen winnen met 4-0 hier thuis. Beker ronde verder, maar inderdaad, ja, de focus ligt vooral verlies toch op de competitie. Ja, tuurlijk. Dan moeten we nu niet overliegen. Ik denk dat de competitie het belangrijkste is, maar de beker is altijd iets mooi, iets totaal anders. Een heel ander gevoel bij. Dan kan je even de competitie links laten liggen, zomaar zeggen. Ik denk dat iedereen wel droomt van een bekerfinale te spelen. Dus we gaan dat zeker niet zomaar links laten liggen, maar we weten allemaal dat de competitie primeert natuurlijk. Dank Thomas, proficiat.